vervelende situaties geleid, maar dit terzijde. Ook is de organisatie aan de top opgevuld met mensen van buitenaf, maar daar is het verder bij gebleven. Functies worden geheel niet intern aangeboden. Ook niet als er geschikte mensen binnen de douane aanwezig zijn. De directeur gebruikt hiervoor het excuus dat hij geen douaneman kan missen. Dus eigenlijk wordt gewoon erkend dat onze leden botweg in hun carrière worden gefrustreerd. Een voorbeeld hiervan is de opgevulde IT-functie. Na bijna 4 jaar kan geconcludeerd worden dat de werkgroepen niet functioneren. En dat is niet aan onze leden te wijten. Alvorens tot nadere acties over te gaan, willen wij nog eenmaal trachten deze kwestie in der minne te schikken. Onze leden eisen dat de organisatie uiterlijk per 16 januari 2017 daadwerkelijk wordt opgestart. Deze dient vervolgens uiterlijk 1 mei 2017 geheel afgerond te zijn, dus inclusief functiebeschrijving en inschaling van functies. Deze dient vervolgens uiterlijk 1 juli 2017 door de ministerraad zijn goedgekeurd. Hierbij verzoeken voor zover rechtens vereist, sommeren wij u ons uiterlijk 20 december 2016 om 3 uur te berichten dat u instemt met voorgaande. Bij gebreken hiervan zullen wij genoodzaakt zijn over te gaan tot het voeren van actie. Te beginnen met een werkonderbreking op 21 december 2016 van 8 uur tot 11 uur.